In Goes aangekomen, jawel, in Zeeland. Ik vind hem helemaal mijn vibe. Oh my god. Ik ben verliefd. Ik kan hem eens open doen. Ja, weet je, ik heb geen woorden hiervoor. Wij zijn net in Goes aangekomen, jawel, in Zeeland. En we gaan naar een kringloop en hij heet... Noble heet die. En hij was 1500 vierkante meter. We gaan even een kijkje nemen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben nog nooit in een kringloop geweest in Zeeland. Dus ik ben heel benieuwd. Oh, en ik ben een beetje overbelicht. I'm gonna fix it. Yes, is better now. Hè, isn't it? Oké, we gaan. We komen binnen en we zien dit. Ik helemaal in love. Ik zeg ja, dit neem ik. Niet te koop. Niet te koop, mensen. Huilen. Het meubelgedeelte. En ik zie net die stoeltjes. Het is redelijk groot. Hier zijn allemaal kopjes en zo. Daar loopt het nog door. Ja, mooi. Wow, zie je die pilaar? Oeh, ik heb dus nog sowieso een tv-meubel nodig. Maar ja, deze is op zich wel oké. Kijk deze pilaar. Hoe sick. Het is dan niet echt mijn vibe, maar ik zoek eigenlijk een grotere tv-kast. Hoeveel is deze? €32. Oeh, mama. Deze. Voor een plant. Hier zijn allemaal lampen. En ik zie net deze. En ik vind hem helemaal mijn vibe. Vooral dit. Maar ook dat stoffen van die lampenkap. Oh, heel leuk deze voor in de slaapkamer. €4,50. Ik weet niet of jullie de video hebben gezien dat ik in Gouda was. Maar ik had dus een lamp gevonden. Ik zal hem hier nog wel even in beeld zetten. En ik zoek dus nu alleen nog een lampenkap. Deze is wel het goede formaat. Maar ik weet dus niet of deze kleur erbij past. Ik zat eerder aan zo'n kleur te denken. Zo dat beige. Maar deze is te klein, denk ik. Nou, op zich. Ik weet het niet, hoor. Oh, wat grappig. Heel leuk. Ja, heel leuk. Ik vraag me alleen af bij deze lamp. Hoe maak je dit schoon? Ik vind hem zo cute. Ook nice. Een soort marmer. Met roze. Heel leuk. Oh my god, ik was mijn lamp kwijt. Joejoe, Mana, joejoe. Even in mijn mandje doen. Ik heb dus in mijn appartement 2 wandlampen. Mijn moeder zegt dat er dus maar 1 is inderdaad. Maar op zich, als je aan de andere kant een gouden lamp doet, zou het, ik vind het wel heel, heel gaaf. Shit, ik weet niet hoor. Mama en ik liepen hier zo naartoe. En ik zag dus hierop staan, zag ik dit. En ik ben verliefd. Ik weet dat dit nog maar de eerste kringloop is. Maar ik zoek dus sowieso nog een schoonmaak voor. En ik heb nog nooit zoiets gezien. Met een platte deksel. En je kan hem dus open doen. What the hell. En hier kan je dingen in doen. En check dit. Wauw. Hij is alleen hier. Hier is hij beschadigd. Maar verder dus nergens. Het is echt cool en heel origineel. Hij moet wel bij de bank passen. Hij is 45. Wow.
Kijk, ik vind het heel erg lastig om gelijk een keuze te maken. Omdat er nog zoveel kringloopwinkels zijn. En dit is toch wel een eyecatcher bij je bank, zeg maar. Alleen, ik zit nu al te denken van... Hier kan je nog wierook doen, kaarsen, mijn essentiële oliën. Hieronder kan je ook nog dingen weg of kwijt. En deze is helemaal recht, dus dat is heel nice. Ja man, het is toch zonde om dit niet te nemen gewoon. En als ik hem echt niet mooi vind in de woonkamer, dan kan ik hem altijd nog in de slaapkamer doen. Ik denk dat hij meegaat. Ja. Hoe leuk is het hier ingericht. Zo cute. Oh my god, I love this. Echt heel leuk. Als iemand nog van paardrijden houdt, moet je hier zijn. Wauw. Het liefst zou ik nog heel eventjes bij de kleding kijken, maar het lijkt me niet een heel slim idee. Oeh, blaagje. Oh, wat is dat? Is dit een tafelkleed? Nee, wat is dit? Huh, wat is dit? Ik zie net deze. Ik vind hem echt prachtig, maar hij is niet te koop. Set. Er is heel veel kleding. Qua home valt het wel mee. Maar qua kleding... is er veel, zoals jullie zien. Ik scan gewoon wel door de kleding heen, want you never know. We staan weer buiten met een verhaal. Ik heb mijn salontafeltje gekocht voor bij de bank. Het blijkt dus een naaidoos te zijn, of ja, een naaiopbergruimte. Dat je zeg maar hier je naaispullen kon doen en daaronder de lappen, vertelden ze. Dus dat is wel heel grappig. Ze zei, ja, ga je hem ook echt als naaidoos ding gebruiken? Ik zei, nou nee. Daarnaast heb ik de lamp gekocht voor €4,50. Ik vond dit zo leuk. Dit kan ik of op een dressoir doen. Het past ook helemaal bij dit. Of ophangen. Zo mooi. Hij is echt prachtig. Nou, dat was niet veel. Maar je girl is wel geslaagd. Deze is ook nog helemaal mooi. Dus heel blij mee. We komen erachter dat er echt een dikke rij staat. Gewoon een rij. Maar het is ook echt heel groot. Ik ben benieuwd. We gaan in de rij staan. Dus let's go. Ja, let's go. We gaan. We waren in de rij aan het wachten. En rechts daarvan zag ik dus deze vaas buiten. 50 cent. Dus die gaat mee. En ik wil daar dus van het pampasgras in. Maar kijk hoe mooi. Dit is de kringloop. Zoals je ziet heb je helemaal nog daarboven. En hier zijn vazen. Hele mooie grote vazen. Wow. Wow, super veel meubels. Heb je gezien? Ik dacht misschien is dit wel een leuk tv-meubel, maar het is echt te groot. Ze hebben wel veel keus in meubels. Heel leuk deze. Heel leuk. Ik zie daar allemaal stoelen. Dat wordt echt nog een zoektocht. 4 stoelen. Dat is zo lastig aan kringloop. Ja, deze zijn wel oké, maar ik vind ze niet speciaal. Maar het zijn er wel 6. Er staat ook geen prijs op. Deze is grappig. Er zijn hier heel veel lampen. Heel nice. Mooi. Ik vind deze mooi. €1,50. Deze. Ook €1,50. Ook wel heel leuk. Kijk, hoe leuk. Er zat bier in of zo'n bier. Bierbrouwerij. €4,50. Ik vind deze ook heel leuk. En hier zou ik dan voor een kaars in doen. Allemaal deze prachtige mand gevonden. Alleen, ik kan het echt nergens kwijt. Ik weet echt niet wat ik erin moet doen. Ja. Echt. Prachtig. Zo, nou als je nog rieten manden nodig hebt. Ik denk dat het goede adres. Ik vind deze stoel echt prachtig. En ik dacht, als stoel zeg maar in mijn slaapkamer. Alleen... Hij is €17,50. Dat vind ik net te duur, want hier is het ook een heel mooi. Ik vind hier net de mooiste theepot ever.
waar je kruiden in kan doen. Ik ga het zo laten zien. Mama vindt net dit voor servetten. Heel leuk. Heb dat nodig? Not really. Jongens, jongens, jongens. Unbelievable. Inmiddels ben ik weer thuis aangekomen. We wilden eigenlijk naar Drie Kring lopen, maar we kwamen erachter. Degene waar we heen wilden, wilde nog naar Krabbedijken. Stof in mijn neus. Ik voel het prikken. Oké, we wilden nog naar Krabbedijken, naar Kringloop de Ark, volgens mij. Ja, toen kwamen we dus achter dat de tijd dat we daar nog heen gingen, dat de kringloop bijna dicht ging. Dus we dachten, oké, laat maar. En we zijn ook best wel moe. Maar ik ben zo blij met mijn spullen. Het is perfect. Ik wil nog even snel laten zien wat ik had gekocht bij de tweede kringloop. Nou, zoals ik dus al zei, heb ik deze prachtige vaas gekocht. Echt prachtig. En ik wil dus van dat pampasgras hierin doen. Kijk, het is best wel groot. En deze was, hoe was hij nou? 50 cent. En zoals je ziet, hij is wel helemaal vies en zo. Maar dat ga ik helemaal goed schoonmaken. Ja. Ja, weet je, ik heb geen woorden hiervoor. Deze was 3,50. En zo pretty, kijk. Het is gewoon een doosje. Je kan er echt van alles in doen. Bijvoorbeeld sieraden en zo. Maar je kan er ook tampons in doen. Watten schijfjes voor in de badkamer. Ik weet geen idee. Geen idee. Maar ik vond het mooi. Dit is me toch een aankoop. Oh my god. Ik zoek dus al heel lang een ding. Een theepot. Om je kruiden in te doen. En guess what? Het is om je kruiden in te doen. Dus dit zit er dus zeg maar op. En dan heb je er dus nog één. En dat is dus om van die grotere bladeren zeg maar in te doen. Weet je, ik vond hem zo al prachtig. Maar dit is top. Want ik wil echt alleen nog maar kruidenthee drinken. Ik vond dit echt een eyecatcher. En ik denk dat ik deze gewoon laat staan op de eettafel. Ik vond hem echt prachtig. Het enige wat een beetje kapot was, was de bovenkant. Maar ja, ik kon deze gewoon echt niet laten. En ik vind het zo leuk. Zo leuk met die kruidending. En hij was maar 2 euro. 2 euro. Dit is mijn vibe. Dit is helemaal mijn vibe. Daarnaast vond ik nog dit superleuke tasje, mandje, hoe je het ook wil noemen. Ik had eigenlijk gelijk het idee toen ik de binnenkant zag. Ik weet niet of je het goed kunnen zien, maar het is van dat, van dit soort spul. Ik weet ook niet hoe het heet. Maar ik dacht, dit is toch heel erg leuk om hier van die soort hangende planten zo uit te doen. En dit is ergens, ik weet nog niet waar hoor. Dat moet ik nog even bedenken. En dan dacht ik van die planten. En ik vond het geweldig. En hij was, deze was ook maar 2 euro. Dus deze heb ik ook nog gehaald. Ik vind dat ik heel erg geslaagd ben. En vooral natuurlijk ook de salontafel. Ik zit op mijn telefoon. Even, gelijk even mijn handen wassen. De eerste kringloop was minder leuk dan verwacht. Omdat er stond van, ja, 1500 vierkante meter. En ik dacht, wow, oké, nice. Dus wij helemaal daarheen. En nu ben ik natuurlijk vet geslaagd met de salontafel. Dus die grote naai opslagruimte, naaidoos is het eigenlijk. Het was ook best wel groot. Het was wel echt 1500 vierkante meter. Maar het was niet gevuld. Dus er was gewoon niet zoveel. Je moest echt heel goed zoeken. Maar ja, je girl vindt we echt super nice dingen. Het zegt dus niks. Dus ze hebben wel echt hele leuke items. En het zegt natuurlijk niks. Dus gaan we vooral even een kijkje nemen daar zo. Want wie weet vind je parels zoals ik dat heb gedaan. Tweede kringloop was heel nice. Het was heel groot. En er stond dus een rij. We hebben ongeveer een kwartier in de rij gestaan. En eigenlijk vind ik het heel erg goed dat er een rij was. Want ja, anders was het gewoon echt te druk. Hele mooie items. Zowel home. Er was heel veel kleding. Daar heb ik niet gekeken. Heel nice items. Dus dat wil ik nog even zeggen over de kringloopwinkels. En dat was het voor vandaag. Ik ben heel blij. Ik was al, ik had van de week al een beetje gekeken voor salontafels. En ik had er al wel een paar gezien. Ook bij van die kringloop, van die Instagram kringloopwinkels. Maar ik had nog niet de perfecte gezien. En deze is wel echt top. Trouwens, dit is bij elkaar was 5 euro. Dat mandje met de thee. Met dus die vaas.
En een tafeltje voor 45 euro. Nu kan je denken, best wel duur. Vind ik op zich niet. Ik weet ook niet wat de normale prijs is voor zo'n naaidoos. Hij is ook best wel groot en heel mooi. Dus geen idee. Ik weet niet echt of het dus duur is. Let me know als je daar meer verstand van hebt. Ben ik wel benieuwd naar. Ik ga de auto maar uit. Mijn moeder is echt al lang binnen. Maar ik dacht, ja, ik ging toch nog even een praatje met jullie maken. Weet je. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze verhuisvlog. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan vooral eventjes. Het is gratis. En dan ben je altijd op de hoogte wanneer ik een video upload. Ik upload op woensdag en op zondag. Op woensdag om 8 uur en op zondag om 9 uur. Mocht je hele goede aanraders hebben qua kringloopwinkels, laat hier vooral beneden weten. Ook voor de andere kijkers. Dus dat is wel heel erg leuk. Salut!